Welkom terug bij Alanis en Cecile's boekenvlog. Vandaag gaan we niet één, maar twee boeken beoordelen. En het eerste boek waar we het over gaan hebben is Spijkerslip van Kader Abdolla. Abdolla is een bekende naam in de Nederlandse literatuur en voor Spijkerslip won hij de Edu Perronprijs in 2001. In Spijkerslip is Abdolla teruggegaan naar het oude Perzië. Het verhaal speelt zich namelijk af in Iran vanaf begin 20e eeuw. Aga Akbar is doofstom en maakt zichzelf duidelijk met gebaren. Alles wat hij meemaakt schrijft hij op in een boek en hij doet het niet in normaal schrift, maar hij doet het in Spijkerslip. Niemand kon de doofstomme Aga Akbar normaal Arabisch leren, dus aan de hand van een boodschap in een grot moest hij Spijkerslip leren. De grot met de boodschap bevindt zich in het Safraandorp en in dit dorp is Aga Akbar ook opgegroeid en begint het verhaal. Het lezen van dit boek ging voor mij vrij makkelijk, omdat Abdolla je helemaal meezegt in de wereld van Aga Akbar. Hij is er super goed in geslaagd om echt de Persische sfeer van Iran over te brengen en ik vond dat heel leuk. Hoewel zijn taal nuchter, zakelijk en afstandelijk is, wordt de sfeer die hij in zijn proza opbouwt bepaald door verhalen en anekdotes uit een oude, weemoedige en vervlogen Persische wereld. Dit citaat uit de recensie van Spijkerslip van Trouw past perfect bij het boek. Het boek heeft een simpele en soms wat chaotische schrijfstijl, maar Abdolla is er toch in gelukt om een hele interessante en onbekende wereld op een mysterieus en sprookjesachtige manier op papier te zetten. Dit sprookjesachtige komt doordat ruimte en tijd geen hele belangrijke rol spelen. En dat de Persische wereld natuurlijk een hele mysterieuze kant heeft. Ook schrijft Abdolla vrij simpel en niet te uitgesproken, wat in dit citaat wordt uitgelegd als nuchter en afstandelijk. Dit laat de hele wereld van Aga Akbar ook heel onbegrijpelijk en onbekend overkomen. De Persische wereld voelt echt als een wereld die voor ons westerlingen niet toegankelijk is. Wat wij ook mooi vonden aan dit boek, is de manier waarop de vader-zoon-relatie tussen Aga Akbar en Ismail wordt weergegeven. Ismail en zijn vader zijn aan het begin heel erg hecht. Maar naarmate het boek voort, groeien ze uit elkaar. Dit gebeurt vooral als ze naar de stad verhuizen. En Ismail komt erachter dat hij eigenlijk heel afhankelijk van zijn vader is en probeert daar een beetje los van te komen. Als Ismail gaat studeren en zich aansluit bij een geheimelingsbeweging, waardoor hij zijn familie heel weinig kan opzoeken, raakt hij vervreemd van zijn familie en zijn vader. De ontwikkeling van hun relatie en hoe Ismail er later op terugkijkt, vonden wij een heel interessant element aan het boek. En dit bracht ook iets emotioneel en iets nostalgisch aan het boek. Soms denk ik dat het schuldgevoel is dat me dwingt om dit boek te schrijven. Het schuldgevoel van een zoon die zijn taak of zijn opdracht niet voltooid heeft. Iemand die halverwege ontsnapt is en zijn vader in de steek heeft gelaten. Dit citaat laat zien dat Ismael, doordat hij zijn vader heeft verlaten, veel onzekerheden heeft over hoe hij met zijn vader is omgegaan. Hij heeft het gevoel dat hij zijn vader in de steek heeft gelaten. Om met die onzekerheden om te gaan, heeft hij besloten om het spijkerslip van zijn vader te vertalen en in een boek te verwerken als een soort van laatste daad voor zijn vader. Tot slot. Al deze elementen zorgen ervoor dat het een indrukwekkend en interessant boek was en het verleende een goede inkijk op een onbekende wereld. Al om al, een echte aanrader. Ja. Het tweede boek dat we gaan beoordelen is een echte klassieker, namelijk Joe's Speedboat van Tommy Wiet. Het boek Joe's Speedboat gaat over een jongen, Fransje, die gehandicapt is geraakt bij een ongeluk. Hij zit in een rolstoel en hij kan alleen nog maar zijn rechterarm gebruiken. Fransje kan ook niet praten. Het verhaal speelt zich af in een klein dorpje genaamd Lomark. Het boek begint met Fransje, die na 220 dagen in coma gelegen te hebben, wakker wordt. Aan zijn ouders kan hij meteen zien dat er iets veranderd is in het dorpje Lomark. Er is namelijk een nieuwkomer, Joe's Speedboat. Maar sinds kort is er meer aan de hand in Lomark dan het jongen. Sinds ik er een tijdje tussenuit ben, is het trapgevelpand van de familie Maandag verwoest door een verhuizing. En schrikt iedereen zich onder zoveel tijd een ongeluk door een ontploffing ergens. Deze dingen schijnen te maken te hebben met een jongen die Joey Speedboat heet. Hij is nieuw in Lomark. Ik heb hem nog nooit gezien. Zoals je dit citaat kan lezen, is Fransje vanaf dag 1 gefascineerd door Joey Speedboat. Een nuchtere, gesloten jongen die op 15-jarige leeftijd zijn eigen naam heeft veranderd, het hele dorp laat schrikken met zelfgemaakte bommen en een eigen vliegtuig bouwt. Zodra Fransje weer wat vrienden begint te maken, wordt hij ook vrienden met Joe's Speedboat. En samen maken ze veel interessante dingen mee. Zoals dat Joe's Speedboat Fransje meeneemt in een gevaarlijk ritje met het vliegtuig. En hij zet hem aan tot meedoen met de internationale armkinder-competitie. Joey's Speedboat laat Fransje als het ware de wijde wereld zien. Maar ook al heeft Joe's Speedboat veel invloed op Fransje's leven en brengt hij veel in beweging in het boek, blijft
blijft zijn persoonlijkheid toch redelijk onbekend. Joey Speedboat is een jongen die nooit echt veel heeft geholpen in Frantjes leven, maar hij heeft wel voor veel opschudding en beweging in het boek gezorgd. Tommy Wieringa slaagt er wonderbaarlijk hard in de wereld van deze niet zo aardige jongens voelbaar te maken. Je gaat geloven in een onwaarschijnlijke stunt. Je gaat zelfs meeleven met de grove, expressieve Fransje, die zijn frustraties zelf niet direct bereikt. Het boek heeft een vlotte schrijfstijl en een interessante beeldspraak. Ook zijn de gebeurtenissen in het boek vaak erg absurdistisch en onrealistisch. Hierdoor lijkt het alsof ondanks Fransje's handicap alles mogelijk wordt. Net zoals de lezer de handicap heeft dat hij alle beelden in zijn hoofd moet voorstellen. Maar de extreme absurdistische avonturen van Fransje en Joey Speedboat zorgen ervoor dat je fantasie vanzelf op de vrije loop gaat. Je wordt zonder moeite in het boek gezogen. Joey Speedboat is het perfecte boek voor als je net begint met literatuur lezen. Het boek heeft een fijne stijl waardoor je er makkelijk doorheen leest en het is geen boek waar je heel diep over na moet denken. Er zijn wel een paar zinnen die je even twee keer wilt lezen voordat je ze echt begrijpt of voordat ze echt bezinken. De boeken hebben ook wat overeenkomsten met elkaar. In beide boeken gaan de hoofdpersonages met een handicap om door te schrijven over wat ze meemaken. Dit is hun manier van verwerken wat ze meemaken in hun dagelijks leven. Omdat ze door hun handicap heel erg in hun eigen wereld leven. Ook hebben de gehandicapten ieder een persoon die ze de wereld probeert te laten zien. Zoals in Spijkerschrift is dat Ismael voor zijn vader, Aga Akbar. En in Joey Speedboat is dat natuurlijk Joey Speedboat voor Fransje. Ten slotte beginnen beide verhalen in kleine geïsoleerde dorpjes. Maar geleidelijk met hun ontwikkelingen in het boek ontdekken de hoofdpersonages steden en nieuwe plekken. Dus, deze twee boeken hebben wij gelezen en we vonden ze heel erg interessant. En we laten ze allebei aan om te lezen. Het zijn goede beginnersboeken en vanuit daar kan je misschien ook wel doorstromen naar wat ingewikkelde literatuur. Tot volgende keer!